Super leuk dus dat je dus weer kijkt naar mijn nieuwe weekvlog. Goed, ik ben dus met mijn domme hoofd heb ik dus de beelden van maandag verwijderd. Maar ik had toen alleen dus een Nederlands examen, dus jullie hebben het niet echt heel veel gemist. Maar goed, dat is daar gemaakt. Ik ga dus nu, ga ik de scarf doen. Rode wangetjes van het weer. Maar goed, ik ben dus nu mijn konijnen aan het doen. Ik ben dus bijna klaar, want ik moet dus alleen nog even dit flesje, moest ik even schonen. Want ik vergeet altijd om dus hun drinken te verversen. Dat is misschien heel erg, want ja, ik doe ook niet dagenlang met water. En dat doe ik dan wel met hun. Heel slim. Maar goed. Even dit flesje dus ophangen, want ik gebruik altijd deze met die rode dopjes en net hele fijne flesjes. En dan ga ik dus even kijken of ik er één kan kammen. Eigenlijk wil ik ze dus alle twee kammen. En ik zeg het echt in elke vlog, zoals altijd, weer dus. Dat. En ik ga dus nu naar beneden, ik ga dus nu naar buiten toe, want het zit ook weer echt in de schuur, dus echt lekker weer. Dus weer zoals altijd, oh kut, het gaat lekker met het flesje. Vandaag weer woensdag, dus het is nu 12:15. Ik ben dus nu net klaargemaakt. Ik heb dus vandaag dus weer mijn Norvina palet gebruikt. Ik heb mijn Norvina palet gebruikt van Anastasia, maar ik dacht van ja, ik moet hem weer eens een keer gebruiken, want volgens mij... voor het laatst had ik hem dus gebruikt in november nog. Toen ik dus nog niet die kleine paletjes had van Huda Beauty. Maar ik heb dus deze vandaag gebruikt. Alleen ik weet niet of het aan dit palet ligt of aan mij. Maar het wou gewoon niet blenden. Dus ik heb echt hele lelijke oogschaduw op nu. Op de camera zie je het niet zo goed. Maar goed, ik heb dus deze gebruikt. En ik heb dus van MAC heb ik dus Mer gebruikt van MAC dus. En dus MAC Shore Lip Liner heb ik dus gebruikt. Dus dan weten jullie wat ik heb gebruikt. Binnenkort dus een foundation routine film. Want ik wou dat eigenlijk dus doen in de december maand. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Want ik heb dus nu een nieuw foundation. En ik ga dat dus lekker binnenkort dus filmen. Maar trouwens, ik ga dus vandaag. En dat zeg ik echt al weken. Als je dus ook mijn vlogmas hebt gevolgd. Dan weet je dat. Dat ik dus dat al weken zei. Of zeg. Maar goed, ik ga dus vandaag dus mijn konijnen kammen. En nu echt. En er komen daar ook hele leuke pakketjes binnen. Dat hoop ik dan tenminste. En hoop ik dat alles past. Maar goed. Ik ga dus deze opdoen van Zadig en Voltaire. Die ik echt heel vaak opdoe. Maar super lekker. Dus vandaar. Dat kan dus lekker op. Ik doe trouwens deze armband om van Swarovski. En hij is zo mooi, want ik krijg er ook altijd best wel veel vragen over deze armband. Ook op school en zo. Maar eigenlijk, want ja, je denkt als je dit misschien ziet in het zonlicht, dat hij echt heel duur is misschien. Maar is maar 100 euro, nou 100 euro is best wel duur voor mensen die natuurlijk niet werken. Maar ja, dat is dus mijn armband. Heel leuk vind ik hem. Oh ja, trouwens, ik ga dus ook vandaag of morgen dus deze nagels eraf halen, want... ze zien er echt niet meer uit. En dan ga ik dus een nieuwe set plaatsen bij mezelf. Dus ja. Ik ben net klaar dus met mijn make-up. En toen ging mijn deurbel dus af. Dus mijn pakketjes zijn dus bezorgd. Super fijn, want er stond dus eigenlijk dat het dus tot van 2 tot 6 zou komen. Maar het is er nu al geleverd. Dus ik heb een pakketje van Stone. En dus van Cool Rebel. En echt jongens, ik ben zo excited. Want ik begin dus als eerst gewoon lekker met deze. Van de Stone. Open te maken, dan gaat het open. Ben ik nou achterlijk of... moet dat... oh, hier moet het open. Oké, nou fijn. Oké, in ieder geval... oh my god, ik zie het al staan. Goed, ik heb dus bij de Stone. Goed, bij de Stone dus ook wat van Color for Apple besteld. Dat is namelijk dit. Oh my god, dit soort vind ik super leuk. Ik heb dus een elletje besteld, want ik wou hem dus lekker oversized. En deze is dus 20 euro nu in de sale. Hij is wel heel groot. Kijk dan hoe groot hij is. Maar goed, die ga ik dus daar passen. En dan heb ik dus deze broek besteld bij de Omni. De blush skinny. Maar ik denk dat ik deze ga terugsturen. Maar ik weet nog niet helemaal zeker. Ik ga hem gewoon daar passen. Maar dit is gewoon een, ja, gewoon een simpele broek. Van de Only. Maatje 30. Of ik doe lengte maat 30. Dus die. Oké, jongens. Ik zei het ook. Ben oké. Dit is natuurlijk ook iets van Color for Rebel.
Maar goed, ik heb dus bij de Color for Rebel zelf dus. Want ja, ik zag dus een trui. Ik ga het eventjes openmaken eerst. Oh my god. Oké, goed. Als eerst, hey Rebel, thanks for your support. Nou, fijn. Goed, ik zag dus een trui. Dus echt wel super lang. En dat is namelijk deze. Ik moet hem wel een beetje openmaken. Dat is dus deze trui. Die had ik dus gezien toen hij dus nog niet in de sale was. Kijk hoe leuk. Dus hier zit dan Color for Rebel in op. Dan hierachter staat dus de... Dit dus. Maar goed, deze trui dus. Heel leuk. Goed, dan heb ik dus iets voor de zomer besteld eigenlijk. Ik wou dus geen verzendkosten hebben. Dan heb ik natuurlijk weer dit besteld. Wel leuk dit. Dat is dus dit. Wel een beetje kort, denk ik. Maar het is dus... Oh. Maar het is dus dit. Wel leuk, denk ik dit. Het is wel een beetje kort. En dan heb ik dus nog ook nog twee shirtjes besteld bij de Color for Rebel zelf. Zo. Dat is namelijk deze. En er staat dus... dus dit op. De La Vie El Belle staat erop. Het is wel misschien een beetje doorzichtig. Dus het schijnt wel een beetje door, denk ik. Maar het is wel echt een heel leuk shirt, vind ik. Dan het laatste shirt die ik dus heb besteld. Is dus... Is dus dit shirt. Oh, die is ook zo lekker groot. Oh, deze is echt heel leuk. En deze heb ik dus ook in een medium besteld. Maar hij is echt heel, heel oversized. En daar staat dus op Beach Long Girl. En ook Color for Rebel daar. Goed, trouwens, deze shirtjes waren dus 10 euro in plaats van 40. Dat was echt heel erg goedkoop. En deze was dus eerst 75 en nu dus 65. Nee, ik bedoel 65. Ik weet niet hoe duur die was. Maar goed, ik ga dus nu alles passen en dan gewoon laten zien of ik het pas, of ik het allemaal hou. Ik denk eigenlijk dat dit niet zo bijzonder is, dit ding, maar wie weet. Mooi, want dit is echt heel erg klein, want je ziet ook echt hier, het trekt heel erg. Maar ik ben wel echt heel benieuwd naar die shirtjes daar, dus die dus achter me liggen. Maar deze gaat echt terug. Tweede, ja, eerste shirtje eigenlijk aan. Dat is namelijk deze. Deze vind ik wel leuk op zich, de tekst is leuk. Alleen, ik vind deze ook best wel strak, zeg maar. En dat is natuurlijk ook het model, want deze heet helemaal niet oversized t-shirt. Dus ja, daar ligt natuurlijk ook aan. Maar goed, ik ga dus deze terugsturen ook, denk ik. Want ik vind hem ook niet zo heel bijzonder. En vind ik die andere twee gewoon leuker. Dit shirtje aan deze vind ik echt super leuk. Want deze hou ik sowieso mat kijk. Hij is ook echt super leuk voor de zomer. Maar hij kan natuurlijk nu ook al. Dus deze ga ik sowieso houden. Mat kijk, staat dus op. Ik vind hem trouwens wel heel zomers. Dat moet ik wel zeggen. Maar deze vind ik wel leuker dan dus die andere. En deze ook maar een tientje. En nee, ik heb dus trouwens ook een kortingscode voor deze bestelling gebruikt. Dus... Ik heb dus iets minder betaald dan dat het dus moet zijn. Maar goed, hij was dus een tientje. Dus super goedkoop voor dit leuke shirtje. Dus ik ben er heel blij mee. En deze laat ik dus weer even hier zien. Want dat is misschien beter. Maar deze vind ik ook echt super leuk. Want hij is ook best wel oversized. Hij is bij mij een... Ja, ik heb natuurlijk een medium besteld. Dus een M. Hij is natuurlijk niet bij mij heel erg oversized. Maar hij is wel echt heel leuk. Kijk, wat op de rug staat. Is dus dit... Zien we het? Zo zien we het wel. Dus dit staat er dus op de rug. Echt super lekker ook voor thuis. En hij was echt super goedkoop. Ja, voor dit merk dan. Want de meeste hoodies daar zijn dus 80 euro. En dat is best wel veel geld. In ieder geval dus... Die is houden. Dus dit is het shirt. Vind ik ook echt heel leuk. Want kijk, er zitten hier ook een beetje glittertjes aan. Dat vind ik ook wel leuk. Deze broek, die heb ik dus nu ook aan. Ik vind de kleur wel echt heel mooi. Alleen, ik weet niet echt of de maat goed is, want ja, ik had altijd van deze maat dus altijd een L'tje. Maar nu heb ik dus een XL besteld, omdat er was geen L meer en ik vond deze kleur zo mooi.
Maar ik weet niet echt of de maat goed is. Want ik weet van deze broeken dat ze heel erg uitlopen, zeg maar. Dus ik weet niet. Eens meemaken, jongens. Goed. Ik had dus net een foto gemaakt. Omdat ik wou dus mijn konijnkamer dus net. Dat heb ik dus ook gedaan. Een beetje dan tenminste. Maar ik kwam dus dit tegen. En ja, kijk. Dit kwam ik dus tegen. Echt van die kale plekken met dus schilfjes. En ik kwam dus achter, denk ik, dat het dus meid is. En dat is echt super kut. Want mijn dierenarts, die werkt dus echt tot en met 5. Ik heb dus nu een afspraak gemaakt bij de dierenarts. Dus ik kan dadelijk weer lekker betalen. Oké, maar goed. Ik ga trouwens nu, ga ik dus eventjes alles ontsmetten. Of misschien moet ik daar nog mee wachten. Want hij wordt natuurlijk nog niet behandeld. Dat ga ik dus doen. Vandaag weer donderdag. Het is dus nu, even kijken hoe laat het is. Het is dus nu 10:56. En ik heb dus een pakketje, dus die ga ik snel aan jullie laten zien. Maar ik ben benieuwd wat ik heb besteld. Nee. Bij Notino.nl besteld. Zo schrijf je dat. Zo schrijf je dat dus. Dus Notino. Maar goed, ik had dus daar dus besteld vorige week. Want volgens mij had ik het dus vorige week dus op oudnieuwsavond had ik dus besteld. Maar het was echt heel goedkoop. Ziet ook hierin. Oh my god. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Goed, ik had dus een nieuwe parfum besteld. Dus van Hugo Boss. Zit hier nog in trouwens? Goed, ik had dus een nieuwe parfum besteld. Dus van Hugo Boss. Ik was hier echt heel erg aan het twijfelen. Want hij was dus €37. Maar ik heb dus uiteindelijk dus €43 voor betaald. Omdat er was dus verzendkosten natuurlijk erbij. Maar het was echt super goedkoop. Want bij heel veel andere websites is hier dus gewoon €70, €80. Dus ik heb hem dus hier besteld. En dus Alif. En ik was echt heel erg aan het twijfelen over deze parfum of ik hem wel ga kopen. Oh my god, kijk hoe leuk dit eruit ziet. Ik heb dus deze parfum besteld. Echt super lekker. En ik heb dus nog geen parfum op. Dus ik ga hem nu gelijk op openmaken. Ik ben echt heel benieuwd. Ik moet trouwens nog eten. Kijk hoe mooi deze verpakking is. Ik heb hem laten vallen. Ik heb dus de 50 ml gekocht. Dus deze. En ik heb er dus ook een body lotion bij. Maar ja, die body lotion kan ik nu natuurlijk niet proberen. Want ik heb dus eigenlijk al kleding aan. Dus dit is de body lotion ervan. En ik ga hem dus nu gelijk op. Heel benieuwd. Nou, kijk, ik weet trouwens wel hoe deze ruikt. Maar ik was gewoon heel erg aan het twijfelen. Want het is een beetje mannelijk, vind ik. Maar hij is wel echt super lekker deze. Ik ben echt blij dat ik hem heb besteld eigenlijk. Dus ja, en de verpakking is ook echt super mooi. Dat is dus weer mijn nieuwe parfum. Tot make-up afmaken, want ik heb dus nog een highlighter op en dus nog geen oogmake-up. En ik moet even mijn haar afmaken. Maar ik moet dus ook dadelijk, want ik heb dus gisteren, ik heb volgens mij niet verteld meer. Maar ik ben dus gisteren naar de dierenarts geweest, omdat mijn konijn die heeft dus vachtmijt. Echt super fijn. Dus ik moet dus bij het andere konijn dus dit in de nek doen. En ik moest eigenlijk al gisteravond doen. Maar ja, gisteravond was het natuurlijk donker. Dus dan zie ik weer te kloten. En echt zo irritant. Maar dat ga ik dus dadelijk doen. Dus ik ben echt heel benieuwd of ik dat kan doen. En ik zie ze daar echt heel erg leuk eten en zo. Dus, maar goed, ik ga dus nu even eerst mijn oogmake-up doen. En daarna dus eventjes dus dit. En ik moet eigenlijk ook even eten. Want dat vergeet ik eigenlijk altijd te doen. Dus vandaar. Haar dus gefeund. Ik heb dus net mijn oogmake-up ook gedaan. Ik heb alleen mascara op gedaan. Maar echt op mijn hoofd, zeg maar. Dus echt, ja, hoe zeg je dat? Gewoon echt volume te feunen, zeg maar, op de bovenkant. Want ik vind dat echt super mooi altijd bij de kapper. Want de kapper doet het ook altijd. En dan doen ze helemaal naar boven feunen, zeg maar. Dus dat probeer ik dus ook met mijn feun. Het gaat al best wel goed, want ik heb dus nu ook al, ik weet niet of je het kan zien, echt gewoon een beetje volume op mijn, ja, op de bovenkant, zeg maar. Maar ik heb dus zometeen, heb ik dus een gesprek met iemand over dat ik niet kan solliciteren en zo. Maar goed, dat kan natuurlijk ook niet met corona. Oh ja, trouwens, ik heb dus nu mijn nieuwe trui aan. De spiegel zie ik wat beter wat ik dus bedoel, zeg maar. Want ik heb echt volume op de bovenkant, zeg maar. Maar ik vind het heel mooi. Goed, ik heb dus mijn nieuwe trui aan van Colorful Rebel. En ik heb hem dus gecombineerd dus met deze broek van de Zara. Alleen, ik zag dus net, toen ik dus mijn sokken ging aandoen, dat ik dus echt al... Ja, dit gaat scheuren, zeg maar, hier bij mijn enkels.
Dus ik, ja, het is niet echt de beste broek dit. Maar ik vind het, deze er echt super leuk. Alleen moet natuurlijk wel uitkijken met, ja, met dingetjes wat ik doe. Maar ja, dat is logisch met dit. Dus dat. En ik ga dus nu eventjes kijken of ze belt. Want dat moet wel, denk ik. Dus ja. Hallo, goed. Ik ben dus nu lekker pasta aan het maken. Als je me misschien niet hoort, misschien niet goed, dan komt dat dus. Want ik heb dus de afzuiger aan. Maar goed, ik ga het gewoon laten zien. De spaghetti. Oh, wauw. Dat hierin zat. Maar het zat dus hierin. Dus hier is de spaghetti. En dan hier dus de saus die ik nog moet gaan proeven. Super lekker. Dus dat. Vandaag weer vrijdag. Het is nu 11:30. Ik ga dus nu lekker douchen. Want ik zit dus nu nog in mijn ochtend pyjama shit achtig. En ik ga dus nu een nieuwe body lotion proberen. Dat is voor mijn nieuwe geur die ik had besteld. Ik zal trouwens het linkje van deze geur waar ik hem dus heb besteld, zal ik hem eventjes hieronder neerzetten. Maar volgens mij heb ik het gisteren niet verteld. Maar hij is dus nu wel iets duurder geworden. Want je hebt dus nu gratis verzending op deze geur. Maar ik ga dus nu deze proberen. Dus de body lotion. Hier heb ik trouwens ook een douchegel van. Nou, die is 18 euro. En ik denk van ja, hallo. Ik kan nog niet alles hebben van deze geur. Maar ik ga dus deze nu gebruiken. Dus ja. Net klaar dus met mijn make-up. Ik heb dus vandaag dus mijn nude paletje gebruikt van Huda Beauty. Dus de Nude Light heb ik dus gebruikt. En ik heb dus deze lipgloss gebruikt van Jeffree Star Cosmetics. En dit is de kleur Crystal Climax. Zo, het is heel klein. Crystal Climax is dat. Een hele mooie, ja, een beetje een bruinachtige kleur. Echt heel mooi. Ik ga dus nu even naar beneden toe. Ik weet niet hoe ik ga doen. Ik heb echt helemaal niks gefilmd. Sorry daarvoor. Maar het is nu bijna 10 uur. Ik ga dus nu mijn konijnen doen. Maar goed. Leuk blouseje gezien bij de Zara. Alleen hij lijkt heel erg op deze blouse. Die ik dus heb gezien bij de Zara lijkt echt heel erg op deze blouse van Lovies. Ook een mintgroene kleur. Maar deze is niet zo heel oversized als die ik had gezien bij de H&M. Ook bij de Zara. Nou ja, nu twijfel ik weer. Oh ja, trouwens, ik heb ook bij de Stradivarius echt hele mooie broeken gezien. Dus als je dus nog hele mooie broeken zoekt. Dus mijn kast ingedeeld. Maar kijk, dit zijn dus mijn nieuwe hangers. Dit is mijn nieuwe shirt trouwens, echt super leuk. Maar goed, dit is allemaal zomer, dus het moet nog allemaal weg. En dit moet ook allemaal nog uitgezocht worden. Zeg maar met deze hangers, maar ik heb nog heel veel over. Maar dit ziet echt heel mooi uit, vind ik. Dus deze, dit truitje aan is van Call of Rap. Alleen ik vind hem zo leuk natuurlijk. Ik heb trouwens nu mijn pyjama broek aan. Let daar niet op. Maar ik vind hem natuurlijk zo leuker zonder dus dit vestje. Hè? Maar ja, zonder dit vestje is gewoon echt veel te koud. Dus ik heb hem nu gewoon aangedaan met dit vestje. En ja, ik vind het leuker met. Of ik bedoel, ik vind het leuker zonder. Maar ja, het moet wel gewoon met. Dus ja. Het is vandaag weer zaterdag. Het is dus nu 10, het is dus nu 10:15. Ik ga dus nu mijn make-up doen. Dan ga ik dus zometeen naar de Aldi toe. Mijn oma is dus maandag jarig volgens mij. Ja, maandag is dus jarig. Dus ik moet taart dus halen. Vandaag is al dus diepvriestaart. Dus dan ga ik dus zometeen halen en ga ik het ook gelijk brengen naar mijn tante toe. En ze wil dus nu, mijn tante wil dus weten hoe deze ruikt. Want ja, het is natuurlijk een goede deal wat ik dus had. Maar hij is nu dus 47 euro, maar ik zet hem dus hier beneden. Maar ze wil dus ruiken hoe deze ruikt. Maar ik vind hem echt heel lekker. Dus dat. Maar goed. In ieder geval, ik ga dus nu even snel opmaken. Ga ik zo meteen even snel eten, denk ik. En dan ga ik dus weg naar, naar de Aldi toe, denk ik. Ja, natuurlijk. Klaar om 10:30. Het is echt super lang geleden dat ik dus klaar was om 10:30. Mijn licht is echt heel raar nu. Ik heb dus vandaag dus dit shirtje aan van de Colorful Rebel. En deze broek van de Bershka. Echt een heel leuk outfitje. En ik doe er wel een vestje om. Want ja, ik wou hem eigenlijk zo aandoen. Maar ja, het is natuurlijk echt super koud vandaag. Dus dat doe ik maar niet. Maar in ieder geval, ik ga dus nu naar de Aldi toe. En daarna dus naar mijn tante. Want ik moet even die parfum meenemen. Dus deze. Die moet ik dus meenemen. Dus dat ga ik even doen. Dus deze. Hij is super lekker trouwens, jongens. Ik zal hem trouwens even hieronder linken. Kun je hem ook misschien kopen. 6. Goed, ik heb dus net heel impulsief. Heb ik dus hele mooie hakken besteld. En nou, niet heel impulsief, want ik zat eigenlijk al echt een week in mijn hoofd.
Maar ik ga nu laten zien welke het dus heb besteld. Kennen, maar goed. Ik ben dus bij een site. Nou ja, een site, het is ook een app, zeg maar. En dan kan je echt gewoon voor hele goedkope prijzen. Kan je dus bijvoorbeeld merk kopen. Dus bijvoorbeeld Steve Madden, daar heb ik dus gekocht. En dit zijn dus die hakken dus met dus glitterstok. Kijk, zo zie je dit beter. Want ze komen dus echt pas... even kijken. Ze komen pas. Juist, fucking. Ze komen pas 16 januari tot 9 februari. Dus ik moet echt lang wachten. Maar goed, ik heb ze wel echt voor goedkoop kunnen kopen. Dus daar ben ik best wel blij mee. Gemeten wat dus 10 centimeter is. En dat zijn dus deze hakken. Ik weet niet of ik die... Deze zijn toen nog van Danny geweest. Dat heb ik ook bijna nooit aan. Maar zo zien ze er dus een beetje uit. Met overglitters. Super leuk. Nu even in de lade doen. En dan ga ik dus dadelijk dus eten. En... Oh ja, trouwens, ik heb dus ook nog van Colorful Rap echt een hele leuke trui besteld. Maar ja, die komt denk ik in mijn volgende week nog wel eens binnen. Vlogs aan het kijken dus van Fleur. Ik ga trouwens nu een vlog kijken van Zoe Young. Die is echt heel leuk om naar te kijken. Maar het is dus nu 11 uur bijna over een minuut. Ik heb dus net mijn kleine voorgegeven, alleen ik film dat nooit. Maar gisteren, als je me dus volgt op Instagram, dan weet je dat. Maar gisteren waren ze dus ontsnapt. Maar misschien heb je dat al gezien. Nu weer lekker boven. Het is nu 10 over 11. Maar ik heb dus sinds... een paar dagen dus geen wifi meer hier op zolder. En dat is echt super kut. Want ik doe dus altijd op mijn mobiel netwerk. Maar ik heb dus 4G altijd. Doe ik dus altijd mijn online lessen volgen. Maar het kan nu dus ook niet. Ik krijg de hele tijd een foutmelding op mijn iPad. Dus I don't know wat er aan de hand is. Maar nu ook weer. Dus dit in mijn beeldscherm. Super irritant. Laat me weten wat jullie dus hebben gedaan. En wat... Het is wel echt irritant, ook al weet ik dat deze vlog echt te laat online komt totdat ik dus mijn les heb. Maar ja, ik kan dus... Het is vandaag weer zondag. Het is dus nu 9:50. Ik ben dus nu net wakker. Nou, eigenlijk echt al best wel lang, maar ik heb gewoon in mijn bed gelegen met mijn telefoon. Maar goed, ik ben dus nu beneden. Ik heb dus nu even lekker ijs tegengepakt. Maar omdat ik ga dus nu mijn camera opladen, ik zie er echt heel lelijk uit. Ik ga dus nu mijn camera opladen. En dan ga ik nog een vlog kijken van Fleur. Want ik heb sinds kort geen wifi meer boven. En dat is echt super kut. Ik weet niet waar het aan ligt. Doe data, maar dat wil dus niet meer verbinden. Dus echt heel irritant. Dus ik weet niet waar dat aan ligt. Maar goed, ik ga dus nu even de kleine... Wacht, ik ga dat even leuk filmen. Dat is leuk. Dus nu eventjes opladen en eventjes... wat dingen van mijn camera vallen, want er zaten dus nog dingen op van de auto nieuw, maar die vlog vond ik niet zo leuk. Hij is gewoon heel kort en ik heb gewoon bijna niks gefilmd, dus ik ga dus niet online zetten, dus ga ik zo meteen van mijn camera afhalen. Maar ik ga dus nu, ja, op de goede timing, ik ga dus jullie nu lekker opladen, want mijn camera is leeg. En hij heeft dus nu een, hij knippert nu, dus dat, nou. Net 12 uur geweest. Goed, ik heb vandaag echt bijna niks gefilmd. Volgens mij heb ik echt alleen maar de vlog geopend toen ik dus net wakker was. En verder dus niet, want ik was dus mijn telefoon aan het opladen, nee. Goed, ik was dus mijn camera aan het opladen. En toen wou ik dus ook mijn beelden van mijn camera afhalen, zeg maar. Maar dat was ik al vergeten. En ik had het dus net even gedaan, dus daarom vond ik nu pas. Maar goed, in ieder geval... helemaal niks gemist, maar ik heb echt vandaag bijna niks gedaan. Ik heb alleen mijn konijnen gekalmd, maar ja, dat film ik ook niet. Hoe zij misschien, maar ja, ik was dus echt alleen maar thuis. Dus dat is ook niet echt boeiend om het allemaal te filmen. Maar in ieder geval, goed, ik ga dus nu de vlog weer afsluiten. Hè? Dus vond je deze vlog leuk, doe dan je duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, kan het hier beneden. En ik zie jullie dus volgende week weer met een nieuwe weekvlog. Dus tot sneller dus. Doei!